Dit is René's Wild Live. Vandaag gaan we het hebben over de steenmarter. Welkom bij René's Wild Live. Vandaag gaan we het hebben over de steenmarter. Jamie, ik heb hier twee mensen van zeker zichtbaar die vragen of jij de auto wil wassen. Ja, tuurlijk. Kijk. Dan heb ik wel een doosje sijzerbroodje voor mij en die jongens. Ah, zij vinden het goed? Ja. Deal. We gaan zo even checken of het goed gaat, hè? Ja, ah, top. Win-win. Goedemorgen. Welkom thuis bij Autohuis Eikhof, aflevering 8 alweer. We gaan het vandaag hebben over een heel klein beestje, de steenmarter. We gaan nog even kijken naar Eikhof Outdoor en we hebben een actie met de nieuwe auto's. We gaan eerst praten over de steenmarter. Wat is nou een steenmarter en wat heeft die nou te maken met auto's? Steenmarter is een heel klein roofdiertje, ongeveer 40 centimeter groot en het formaat van een kleine kat. Heel veel mensen ondervinden in Oost-Nederland heel veel last van de steenmarter, want hij zoekt namelijk een veilig nestje onder de motorkap. Maar die rare steenmarter die kan daar heel veel schade toe brengen aan de auto. Hij knaagt aan isolatiebekleding, hij knaagt aan remleidingen, hij knaagt aan rubberdelen van de auto. We gaan eens kijken in de werkplaats hoe dat er nou precies uitziet. Leander, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een beurt aan het doen aan de auto. Ja. En wat zien we nou onder de motorkap? Steenmarterschade. Steenmarterschade. Ja. Dan moet ik zeggen, de bekleding is aangevreten, dus het ziet er best wel ernstig uit, maar het is niet heel erg ernstig. Nee. Het kan ernstiger zijn. Het is een mooi voorbeeld van steenmarterschade, want je ziet dat de motorkapbekleding is aangevreten. En dat doen ze voor isolatie, zeg maar. Dan maken ze net als een volgende nest van, of andere dieren. Ja. Maar je hebt ook dat ze of je ruitenvloeistofslangen aanvreten. Dat gebeurt dan meestal 's nachts en die lopen hieronder. En dan heb je de volgende dag, zeg maar, dan denk je, hey, mijn ruitenvloeistof doet het niet. Nou, toevallig kwam vanochtend een klant binnen. Die zegt, al mijn lampjes branden weer. Dus dit is de tweede keer dat ze er al last van heeft. Zegt, er zit weer die steenmarter, is eronder geweest. Maar die steenmarter, wat doet die nou precies? Die gaat graag onder de motorkap zitten. Het is een lekker warm plekje. En het is een territorium voor hem. Want hier is nog niemand geweest, dus het is zijn eigen plekje. En als het zijn plekje wordt, gaat hij dat ook markeren. Dus hij gaat ook, zijn geur gaat hij ook afgeven. En dat kan wel eens tot grote gevolgen leiden. Want als er een andere steenmarter aankomt en die ruikt de lucht van de eerste steenmarter, dan wordt hij daar heel erg opgewonden van. En dan kun je grote schade krijgen, want dan gaan ze uit venijn aan de rubberdelen knagen, aan kabels gaan ze knagen. En dat leidt tot enorme gevolgen onder de motorkap met serieuze storingen. Hij is ook nog beschermd, dus we mogen er eigenlijk niets tegen doen. We kunnen ons er alleen maar tegen wapenen om ons te beschermen tegen de steenmarter. Er zijn allerlei middeltjes en ik moet zeggen, Leander die kwam vorige week bij mij. Hij zegt, we moeten het eens gaan hebben over steenmarters. Er zijn ook klanten die zeggen, nou, ik heb het nu uitgevonden. Ik heb gewoon een hele mooie spray gevonden in de winkel. En die ga ik gewoon onder de motorkap spuiten om die steenmarter te verjagen. Deze marterspray is er speciaal voor gemaakt om er een bepaalde lucht af te geven, zodat die marter hier niet meer onder de motorkap komt. Maar wat doen sommige mensen nou? Ze spuiten alles in. Plastic kappen, metalen delen van de motor, behalve de rubber delen. Dus ondanks dat heeft hij toch nog schade berokkend met het gebruik van de steenmarterspray. Dus je moet wel weten waar je het opspuit. En de monteurs hebben er ook heel veel last van. Als je dus een steenmarterspray op het metaal spuit, ja, dan kunnen ze niet aan de motor werken. Dus dat geeft voor de monteur ook nog heel veel last. Gratis oplossingen zijn bijvoorbeeld een wc-blokje onder de motorkap hangen. Dat geeft ook een citroenlucht, geeft dat af. En dat vinden steenmarter, die vindt dat gewoon heel vervelend. Wat ik heel weinig zie, eigenlijk nooit, is gewoon een plukje hondenhaar onder de motorkap. Thuis hebben we zelf twee honden. We hebben 100% garantie, daar komt nooit een steenmarter. Een steenmarter is bang voor honden. En zo'n plukje hondenhaar kost natuurlijk helemaal niks. Die kun je prima onder de motorkap stoppen, ergens in een verborgen hoekje. Of je stopt het gewoon in een sinaasappelnetje en je bindt het aan een kabel vast. Nou, dit is een gratis oplossing, zeer effectief. Wat een andere mogelijkheid is, steenmarterkastje. Het steenmarterkastje die monteren wij onder de motorkap en die zendt een hoge toon uit. Wij horen die hoge toon niet. Steenmarters hebben hier een enorme hekel aan. Een hele grote maar aan. Alle opties die ik genoemd heb van hondenhaar, wc-blokje, marterspray
en een ultrasoon kastje. Het geeft nooit garantie dat hij er niet meer onder komt. Want het kan zo zijn, als de steenmart er in de bronsttijd zit, dat is in mei, juni, dan is hij zo opgewonden van al die luchtjes van de andere steenmartens, dan vreet hij alles aan. Dus dan werkt een wc-blokje niet, de hoge tonen werken niet en de martenspray werkt ook niet. Veel mensen hebben er last van. Wij merken hier dat 1 op de 4 klanten die hier in de werkplaats komt, die heeft steenmartenschade. Veel mensen gaan zelf aan de gang om bijvoorbeeld een ultrasoon kastje te monteren. Hou er goed rekening mee. Een ultrasoon kastje moet gemonteerd worden door de monteurs in de werkplaats. Gezien de vergaande elektronica in de moderne auto's kunnen enorm complexe problemen ontstaan. We hebben buiten een voorbeeld staan. Daar is een kastje verkeerd gemonteerd door iemand die het zelf gedaan heeft. Daar hebben we serieuze schade aan de elektronica van de auto. Ik wil het even laten zien hoe dat eruit ziet, maar dan lopen we even naar buiten. Loop maar even mee. Waar dus een steenmatenkastje gemonteerd is, maar niet goed aangesloten is. Dan zien we hier een kastje. We zien allerlei kabels zien we. En we zien hier ook al, hier staat ook al een spanningsteken staat hierop. Er zit daar een spanningsteken op. Hier is een kastje gemonteerd waar te veel stroom doorheen gegaan is. En wij zijn aan het uitzoeken of hier iets opgeblazen is, om het even heel onbeleefd te zeggen. En waarschijnlijk is een van de computers is gewoon te veel stroom doorheen gekomen en die is uiteindelijk kapot. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de goede manier om een steenmarten te verjagen, want dan zijn de kosten nog hoger. Dus hou er rekening mee, laat de werkplaats het kastje monteren. Die weten ook of het goede vermogen er doorheen gaat. Ja, Alice en ik zijn een beetje zenuwachtig. Want we hebben namelijk deze week onze eerste klant die met de tentrailer op stap is. Dus Eikhof Outdoor is vanaf vandaag open. En de eerste klant die is 14 dagen op stap met de tentrailer van Alice en René. Nou, Alice heeft gisteren net de lampjes erin gehangen, dus het is een supergezellige bijeenkomst daar. Het is vandaag Eikhof Outdoor en we hadden het over René's Wildlife. Dus de steenmarter die hebben we natuurlijk vandaag ook op bezoek gehad. Dit is René's Wildlife. Vandaag gaan we het hebben over de steenmarter en over outdoor tenttrailers. Nou, hier staat onze tenttrailer. Vorige week geleverd, gloedje nieuw. Nou, deze gaat binnenkort ook in de verhuur. We zijn allebei een beetje zenuwachtig, want de eerste verhuurders zijn op stap. Hier ga je met 2 tot 3 personen ga je hiermee op stap. Nou, keukentje erbij. Alice heeft de lamp al aangedaan. Nou, hoe gezellig is dat? Zo'n bed heb je thuis niet. Hij zit nog in het plastic, hij is gloedje nieuw. 1,70 meter breed, 2,10 meter lang. Dus ook voor de lange mensen. Het is toch ongekend dit. En je slaapt lekker hoog van de grond. Dus je hebt absoluut geen last van steenmarters. Nou, en zonvering heb je thuis niet. Hoe lekker is dat? Helemaal uitgerust. Rust terugkomen van je vakantie. En je ligt gewoon 90 centimeter boven de grond. Nou, hier is geen steenmatter die hierin komt hoor. En we kunnen naar de sterren kijken. En inderdaad, als je een romantische avond hebt, dan doen we eventjes de dak open. Nou, dan kijk je gewoon naar de sterrenhemel. Nou, dat heeft Alice heeft al een keer geprobeerd. Want zij heeft al geprobeerd. Geweldig. Helemaal top. Deze tenttrailer opzetten gaat echt super eenvoudig. Deze heeft Alice helemaal in de eentje opgezet. Dat is wel even een complimentje waard. Ja. Aankleding, lavendel, rustgevende lavendel. Nou, je kan hier gewoon lekker schnitzels braden. Alice is gek op schnitzels. Hier kun je ze lekker klaarmaken, paneren. 2 gaspitjes erbij en een wasbakje. Goedemorgen Frank. Welkom bij René's Wildlife. Vandaag gaan we het hebben over de steenmatter. De steenmatter is een klein roofdiertje. Die kan hele grote schade berokkenen. Frank, dat komt goed uit. Je hebt het druk. Ja, dat is heel druk. Ja, het verbaast mij, dat is ongekend. Ja. Nou heb je het al snel druk, want Mark is met vakantie. Ja. Maar de actie loopt goed. Ja. Kun je heel kort toelichten, wat voor actie is dat precies? Jazeker. Nou, we hebben een actie op nieuwe auto's. Er zit een actiekorting op, afhankelijk per model, tot €4.000. En we zien dat per juli gaan de prijzen omhoog. Dus de mensen kunnen nu nog profiteren om dat voor te zijn. Dus, dus het voordeel loopt op. Tot €5750. Euro. Dus mocht je zeg maar, besluiten om dit jaar een auto te kopen, misschien moet je het een beetje naar voren trekken om het nog voor juli te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, klopt helemaal. Okay. Ja, daar komt het op neer. Ja. Ja, en dat is ook de reden, je had van het weekend de mail eruit gestuurd. En ik zag dat je het gisteren al direct al druk had. Ja, gisteren hadden we al de eerste nieuwe bestellingen. Ja, top. En de eerste afspraken gemaakt. Ja, dus super. Het loopt. Ja. Loopt goed. Ja, succes met de actie. Ja, dankjewel. Ja. Dit was kort en krachtig van Frank. Frank is altijd heel erg duidelijk. Ook in de showroom. Ik denk dat we alweer aan het einde gekomen zijn van deze gezellige aflevering met René's Wildlife cursus over de steenmarter. Best wel wat interessante dingen gedaan. We zijn ook vlak voor de zomervakantie. Ik heb in de zomervakantie nog 1 aflevering. Maar degenen die op vakantie gaan, die wil ik alvast een goede vakantie wensen. En dan zien we elkaar in juli weer terug. Tot ziens.